was natuurlijk helemaal bijzonder. Ja. Als coach, het was een beetje onverwachts. Hè. Er was helemaal geen aanleiding voor om coach van Ajax te worden op dat moment. Maar de omstandigheden hebben daartoe geleid. Ja. Dat is mijn geluk geweest natuurlijk, dat ik toen de keus kreeg. En die heb ik natuurlijk met beide handen gegrepen. Ja. Maar de eerste wedstrijd was hier tegen MVV en het ging me eigenlijk niet goed. Ja. En als ik me goed herinner, werd het geloof ik 9-3 of zo. Ja. Ik rookte toen ook nog, ja. Kan ik me herinneren. Ja. En na die wedstrijd lagen er dus een stuk of 20 peuken rondom mij heen, waarvan ik niet wist dat ik ze gerookt had. Ik denk, ja, daar moet ik mee ophouden, dat wordt niks. Dus dat is ook een van de redenen geweest dat ik er toen mee opgehouden ben. Ook dat invloed gaat van het Ajax-stadion uit. Dat ik dus gestopt met roken en daarna ook niet meer gerookt heb. Dus al dat soort indrukken, ja. Ja, die hebben toch een bepaalde stempel op je gedrukt in je relatie tot het Ajax-stadion. Hè. Vader en zoon, Michels, die hadden dus... een sterke affiniteit voor het Ajax-stadion. En dat is het beste te kenschetsen. We woonden dus praktisch naast het Olympiastadion. Ja. En dan ligt er voor de hand dus dat je daar dus heen zou gaan als jongetje. Ja. Maar dat was, daar was geen sprake van. Dus hij heeft mij al heel jong mij hier naartoe gesleept. Of ja. Ik ging met me... met mijn neef, die is een beetje hetzelfde leeftijd, die woonde in de Valkenburgerstraat. En dan gingen we samen, 's morgens vroeg, hier naartoe voor de jongenskaartjes. Dan moet je een beetje vroeg zijn. Nou, en dan maakten wij dus deel uit van dat stuk. Het is natuurlijk nu allemaal weer overdekt, in die hoek. Waar stond u? Daar in dat vak? Maar dat was dan nog... Hoe oud was u toen, u daar stond? Ja, toen was ik een jaar of 8, 9. En dat zijn de eerste voetstappen die ik... gelegd heb hier en met mijn 18e jaar toen ik junior was en we dus naar een toernooi zouden gaan, toen werd ik dus opgetrommeld voor Ajax 1. En toen begon hier dus mijn eerste optreden hier was in 1946 juni tegen Heerenveen, de eerste wedstrijd van de kampioencompetitie. Nou ja, dat is natuurlijk een jongensdroom die waar wordt, hè? Die waargemaakt wordt. 50 jaar geleden? Ja. Ja, goed. En ik ben er dus verder tot 58 in gebleven met een aantal periodes van blessures dat je wat langer weg was. Hè. Ja. Ik heb een keer mijn been gebroken, dat was al in 47. En, ik heb hier nog gespeeld met een paar witte kiks, kan ik me nog herinneren. Met witte kiks? Ja, ik had geen, op een gegeven moment had ik geen schoenen. Dat kan gebeuren in die tijd. Witte kiks. Nu is dat onvoorstelbaar. Ja. Mijn vader, ondanks zijn voetbalgekte, ze hadden toch niet op een gegeven moment de zender voor. En die anderen waren stuk getrapt. Ja. Toen kreeg ik van Reynolds, oude Reynolds, die ging een paar schoenen. Ja. En die kwam met een paar witte schoenen, ik zal het nooit vergeten. Ja. Half hoog waren ze nog. En daar heb ik nog hier ook nog een poosje mee gespeeld. Ja. Ben ik hier ook nog wel eens een keer gaan kijken dat de luchtalarm hadden. Ik dacht dat het tegen Heerenveen was. Ja. Toen moest alles eraf. In het stadion. Oh. Nou, wachten tot het weer veilig was. Dan kwam alles er weer op. Vindt u het eigenlijk een mooi stadion? Nou, ik heb het altijd een... omdat het natuurlijk dan dus je illusie, je droom is... Ja. Heb ik het altijd een plaatje gevonden. Ja. Ik vind het nu, als ik nu zo sta hier... Ja, maar dat vind ik van elk stadion, als er geen wedstrijd en geen publiek is voor die wedstrijd... Ja. Vind ik het net als een nachtclub overdag. Ik vind het vreselijk om aan te zien. Ja. Wat ik nog altijd heb, hoewel je het natuurlijk nu ook weer moet wennen aan andere kleuren... is dus mij... gaat er toch altijd nog, voel ik nog altijd iets als ik het echte Ajax-shirt, spelers met het echte Ajax-shirt op zie komen, dus dat wit met rood, dat maakt altijd nog een indruk op me, nog altijd. Maar we zullen dus dit missen, die kou en die wind en de sneeuw en de regen. Nou, dat zul je nooit meer meemaken. Nee. Dat is natuurlijk toch een brokje romantiek die we kwijtraken. Ja, want het dak gaat dicht in de arena. Het zij zo.